Ik ben inderdaad hoofdredacteur van het Leids Dagblad. Sorry, ik ken de stad nog niet zo goed, want die andere 7 titels, daar ga ik ook een beetje over. Die zijn, zoals u weet, al gehoord heeft, wat verder ook in Nederland, in Holland, Noord-Holland. We zitten inderdaad in Alkmaar en Den Helder. We zitten ook in Alphen aan den Rijn zelfs, Hilversum, Almere. Goed, dus daar moet ik allemaal een beetje mijn tijd tussen verdelen. Sorry dat ik de stad nog niet zo goed ken. Ik heb mijn zoon vooruitgestuurd. Die studeert hier nu en die vertelt mij precies wat er allemaal gaande is. Het zijn hele andere dingen dan u en ik hier denken, maar ik leer er wel heel veel van. En als je nou precies in het midden van het gebied waar ik mijn titels allemaal heb en mijn redacties zit, als je daar nou een puntje prikt, dan zit je bij een heel leuk dorpje van. Ik dacht, dat neem ik als mijn uitvalsbasis, dat dorpje, daar woon ik. En ja goed, daar zitten verder alleen maar boeren en ik dan. Dat heet Amsterdam, dat dorpje. Dat is een hele leuke stad, zal ik u zeggen. En daar hebben ze ook een regionale krant, die heet het Parool. En dat is niet zo'n belangrijke krant. Die draait zich 3 keer om in onze kranten. En zo klein is die krant. Wij zijn een hele grote regionale krant. En Leiden, het Leidse Dagblad, is een van onze allerbelangrijkste titels. Dat u het weet. Goed. Ik ga u een beetje bijpraten over media. En media in de toekomst. Ik kan daar heel veel over vertellen, maar ik begin even in 1987, sorry. Toen was ik journalist in San Francisco, mocht ik schrijven voor Nederlandse titels. En daar ontmoette ik een man die heel erg veel wist te vertellen over computers en de toekomst. En die had het over computers die in San Francisco stonden. En als je daar een tekst op las in 1987, dan wist hij dat je dan straks op die tekst iets kon doen. Een woord uit die tekst kon je op klikken en dan zou je naar een computer in Chicago gaan. En dan zou je daar een ander stuk tekst wat daarmee verbonden was, zou je dan opeens ook kunnen lezen. En ik begreep er echt helemaal niks van. Die man heette Ted Nelson. En hij noemde dat hypertext. En ik schreef het allemaal op, want het kwam in de Nederlandse krant te staan. En we begrepen er allemaal helemaal niks van. En die link tussen die computers was hyperlink. En dat zou via een netwerk verbonden worden. En dat is later door Tim Berners-Lee, die kent u misschien wel, opgenomen in het hypertext protocol. Ted Nelson heeft daar nog patent op en die is daar ook heel rijk mee geworden. Hij leeft nog, zover ik weet, hij is heel oud. Dat was 87. En in 94 kwam het internet in Nederland binnen. Dat kunt u zich misschien nog wel herinneren. Toen begonnen we dat een beetje te gebruiken. Hè. Dan had je van die piep- en kraakmodems. En als je die dan gebruikte, dan kon je plotseling tekst op je scherm zien. Dat was dan inderdaad die hyperlink. Kon je op klikken. En kon je, als je geluk had, ook nog een plaatje zien. Kon je beter wel eerst even koffie gaan zetten. Maar dan kwam het wel uiteindelijk op je scherm. En 18 jaar later zijn we nu. En wie had toen kunnen vertellen in 1994 dat we nu eventjes een film van George Clooney downloaden, de laatste. Terwijl je vrouw dan tegelijkertijd met je schoonmoeder zit te skypen. Of dat nou vooruitgang is, dat weet ik ook niet precies. Maar daar moeten we nog eens wat aan doen. Weer 18 jaar verder zitten we in 2013 vanaf nu. En nou, wat er dan allemaal aan de hand is met die media, daarvan denkt u natuurlijk, dat ga ik u nu vertellen. Ik heb geen idee. Ik zou het niet weten. 18 jaar zo ver weg, tussen 87 en 94, had ik al geen idee. Wist ik totaal niet waar die meneer Nelson het over had. 18 jaar verder, ik zou het niet weten. Dames en heren, dit is het Tahrirplein. Hè? Vorig jaar, dat weet u nog wel. En u ziet die mensen daar allemaal staan, hè? Met die mobiele telefoontjes. Een jaar geleden waren wij getuigen van een revolutie zonder weerga daar. Deze mensen hadden ook nog veel minder dan wij nu. Bijna geen ervaring met internet. Toen hadden ze maar een paar jaar. En met mobiele telefoons, dat is daar allemaal wat later begonnen. Maar wij beleefden wel die internetrevolutie daar van hen in onze huiskamers. Die revolutie van hen, moet ik zeggen. Dat ging dan via internet in onze huiskamers. En niet omdat de Egyptische TV daar verslag van deed. Of zelfs CNN of de NOS, die zaten er nauwelijks. Dat deden de mensen zelf met dat telefoontje. En hoopvolle Egyptenaren op het Tahrirplein de hele tijd met hun handen omhoog. En die NOS en BBC,
die deden iets heel opmerkelijks. Die riepen de mensen op die daar waren van... God, als jullie dat nou allemaal filmen... stuur dat via het internet naar New York, Londen, Hilversum. Want wij willen dat gebruiken. Er is verder niks anders. Die mensen daar, die hebben dat nieuws daar gemaakt. Niet de televisie. Zo ver is de revolutie nu voortgeschreden. Dat nieuws is overal. U ziet het ook weer hier. Hè? Kijk naar die pijlen. Overal staan altijd mensen met dat dingetje zo. Nou, dit is het revolutie-instrument. De revolutie brengen we in verslag. U denkt misschien, wat heeft die man daar in zijn hand? Ontzettend modern, die iPad. Hè? Nou, het is alleen maar een stukje papier, ziet u wel. Hè? Het is gewoon papier op de iPad, helemaal niet modern. Ik kan het ook nog vergroten, hè? Inzoomen. Dat is heel handig voor mij, daar hoef ik mijn leesbril niet op. Denkt u nog, van, het ziet er nog best jong uit, die man daar op het toneel. Dat is ook weer moderne technologie. Goed, die smartphones. Ook in Leiden gebeurt er ontzettend veel. Hele belangwekkende dingen. Nee, serieus. Het is misschien geen revolutie. Die komt hier ooit nog wel eens. Of die is er misschien zelfs wel geweest. Maar het zijn ook dit soort berichtgevingen, nieuws. Wat mensen toch belangrijk vinden. Onze redacteuren doen daar natuurlijk verslag van. Maar ook burgers in Leiden zelf kunnen dat verslag gaan doen. En ze doen dat zelfs ook steeds vaker. Wat de mensen zelf belangrijk vinden, wordt steeds meer nieuws. En wij van de krant bieden op dit moment die mensen dat podium. Je kan het eigen nieuws schrijven, zoals u ziet. Hier is daar een voorbeeldje van. Dit is Leiden Vandaag, een van onze websites. Dat is nu al, draait dat al. Daar kan je als gebruiker, als burger in Leiden gewoon iets bekendmaken, invullen. Bakkie Troost, dat is een voorstelling die hier aangekondigd werd. Nou, gisteren geweest, zo te zien, of eergisteren. En dat stond dan ook op die website van ons. Dat is door de mensen zelf geplaatst. Dat staat tussen ons nieuws. Dat staat zomaar online. Maar het gaat verder. Er staat nog veel meer te gebeuren. Want het nieuws, dat is altijd en overal bij je. Uiteraard weer via dat ding straks. Hè? Dit is het elektronische papier. Waar we toen in 1994 nog geen weet van hadden. Maar waar sommige mensen al een voorspelling van deden. Het is er nu. Het is eigenlijk gewoon papier, elektrisch, elektronisch. En je hoeft het niet meer te drukken. Je hoeft het niet meer te bezorgen. Mensen dragen het altijd bij zich. Dat maakt de wereld compleet anders voor ons. En dat kan nog veel meer dan pagina's laten zien natuurlijk. Want dit is nog maar een eenvoudig voorbeeld. Daar komen we binnenkort ook mee. Maar het is ook interactief. Het heeft ook video's, het heeft ook audio, het heeft ook veel meer foto's. Er kan achter zo'n artikel nog veel meer zitten waar je op door kan klikken. En het is altijd meteen beschikbaar. En dit is er ook al. Het gaat nog verder natuurlijk. Het is nu nog niet buigbaar. Ik ga het niet voor u proberen ook. Maar straks is het dat wel. Dit is wat u nu ziet al daadwerkelijk zo in Korea op de productie. Persen daar. Het wordt ook inderdaad geperst op rollen. En dan komt het er aflopen en dan kan je het buigen. Maar het is ook met internet verbonden via een mobiele verbinding. En dan heb je dus nog veel meer mogelijkheden om het met je mee te dragen. Hi everybody, Michael here with Makayama. And today we're showing off this new digital camera. In fact, it's not only a digital camera, it's also an iPad too. And this is the movie mount. Ja, dit is een nieuwe ontwikkeling, dames en heren, waar ik u even in kort in wil meenemen. Dit is de verandering waarbij het leesapparaat ook gebruikers- en productieapparaat wordt. Die staat ons allemaal te wachten. Wat je eigenlijk al zag op het Tahrirplein. Dit soort apparaten zijn namelijk ook productieapparaten voor journalisten. Voor iedereen, voor burgers. We hebben straks allemaal zo'n ding. We hebben straks allemaal onze eigen drukpers. Die dragen gewoon bij ons. Hiermee kan je fotograferen, je kan filmen, je kan het iets professioneler doen zoals je dat in dat filmpje zag. Er kan ook een camera op, een statief kan eronder. Maar het is uiteindelijk een live verslaggevingsinstrument waar iedereen gebruik van kan gaan maken. Op zeer professionele wijze. Je kan het ook meteen door die mobiele verbinding gebruiken als een live verbindingsinstrument. Waardoor ons vak van journalistiek ook hier in Leiden enorm gaat veranderen. Al die mensen hebben nu al dit soort apparaatjes bij. En straks kunnen ze ook met die apparaatjes rechtstreeks nieuws maken en publiceren via de platformen. Dat gaat natuurlijk voor ons heel wat betekenen. Dit soort media als Twitter en zo, die kennen we allemaal al. Dat wordt straks allemaal verbonden via deze apparaten. Dat komt allemaal bij ons journalisten binnen.
Wij moeten dus veel meer selecteren. We moeten veel meer kwaliteit verbeteren daarvan. We moeten precies bepalen wat zin en onzin is. De bronnen zijn veel meer dan alleen A en P. We moeten vaak ook de kwaliteit nog wat beter maken van wat allemaal tot ons is gekomen. Maar het nieuws, dat is altijd waardevol. Dat is zonder meer van waarde wat de mensen maken met al die apparaten. Dat betekent de verandering voor ons, maar ook voor bestuurders. Ook hier in Leiden zal er heel veel gaan veranderen. Hè? Betekent dit misschien de doorbraak van meer directere vormen van democratie? Waar we zo lang op wachten in Nederland en dat het maar niet komt. Zou die Leidse politiek bijvoorbeeld dat laktheater ook hebben laten overlijden als de burgers via dit soort instrumenten en het web en hun apparaten een volksbeweging zouden hebben opgestart? En zoals daar op het Tahrirplein. Zou dat dan zijn gebeurd? Kortom, deze mediarevolutie zal het begrip participatie echt bewaarheid gaan maken. En dat denk ik zal gebeuren in 2030. Gebeurd zijn, mag ik hopen. Voor mijn vak zal het alles veranderen. Voor het vak van bestuurders ook. Het nadeel is natuurlijk wel dat mensen straks alleen nog maar oog zullen hebben voor hun schermpjes. Hè. Dat zien we nu al overal gebeuren. Bij mij thuis aan tafel is het oog, dan zitten we te eten. Dan zit iedereen zo naar dat ding te kijken. U kent het wel. Mensen lopen nog alleen maar zo over straat. Dat was 20 jaar geleden ook al zo in Japan. Nou, dat zien we nu ook hier. Ik had het toen niet geloofd. Nu gebeurt het hier. Ik denk, jammer, alleen als er in ieder geval maar op al die schermpjes dit soort dingen verschijnen van het Leids Dagblad, dan is het allemaal oké.